Smart products is het gebruik van sensoren en internet bij producten. Producten in het dagelijks leven, maar ook producten in bedrijven en in winkels. Er zijn heel veel toepassingen te bedenken. Er zullen steeds meer apparaten zaken gaan besturen om de mensen het gemakkelijker te maken bij het leven. Dat geldt in de energiebranche, maar ook in de zorg, ook in de high-tech industrie, ook in mobiliteit, zelfrijdende auto, dat het allemaal veiliger wordt. Dat zijn allemaal ontwikkelingen die zullen gaan plaatsvinden. Ron van Heiningen, procesmanager van Andritz BV Gouda, voorheen Royal Goudse machinefabriek, die zei het als volgt. Tijdens de bijeenkomst participeren in open innovatieprojecten met klanten en leveranciers. Dat maakt succesvol innoveren een stuk sneller en effectiever. Ja, de gemeente zal niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar wij zijn wel heel erg gericht op het faciliteren van initiatieven. Als ondernemers zich bij ons melden, ook als ondernemersverenigingen zich bij ons melden, dan hebben we daar een open oor en oog voor. We zijn heel erg gericht op goede plannen en is onze houding wat wij noemen ja mits en niet meer nee tenzij. Samen met Gouda hebben we projecten gedefinieerd om samen dingen voor Gouda ook te betekenen. Wij als groot bedrijf en de gemeente Gouda uiteraard vanuit haar rol. En we hebben daarvoor een routeapplicatie ontwikkeld voor toeristen en winkelend publiek. Ja, wij maken voor de bijzondere gemeenten van Nederland, dat is Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Dat zijn de bijzondere gemeenten, mogen wij postzegels ontwerpen. En postzegels zijn beveiligd drukwerk. Je wilt ook niet dat dat elke keer nagemaakt wordt door anderen. En met behulp van een extra druklaag waarin de code is opgenomen, hebben wij die postzegels beveiligd. Die postzegels zijn dus te scannen met deze C-app. En dan zien de gebruikers, of de verzamelaars van de postzegels, leuke informatie over de eilanden. De Kamer van Koophandel daagt de ondernemers uit om meer smart products te ontwikkelen. Nieuwe toepassingen die ze zelf kunnen gebruiken voor meer succes in hun bedrijf, groei, internationalisering, maar natuurlijk ook om wat nieuwe technologie biedt.